Vandaag een antwoord op de vraag van Bart. Bart heeft afgelopen jaar nogal een heftig, emotioneel heftig, geestelijk heftig jaar gehad met vele zorgen, ziektes, een ongeluk, een auto-ongeluk, hele nare financiële zorgen, heftige zorgen die ook over de toekomst zorgen met zich meebrengen. Het was een emotioneel heftig, zwaar jaar voor Bart. Bart heeft gemerkt dat sindsdien, ook al is hij nu aan de beterende hand, zijn de omstandigheden gunstiger en ligt dit dus allemaal een beetje achter hem. Hij heeft gemerkt dat sindsdien het niet zo best gesteld is met zijn geestelijke gesteldheid, zijn geestelijke gezondheid ten opzichte van daarvoor, voordat dat emotionele heftige jaar was aangevangen. Nu heeft Bart wel eens gelezen dat vetrijke voeding, zoals noten en dan specifiek ook walnoten, dat dit een gunstig effect zou hebben, de vetten daarin, op de hersenwerking. Dus de vraag van Bart is nu vandaag, klopt dit? En zo ja, hoe zit dat dan? Hoe hebben de vetten aanwezig in noten, zoals de vetten aanwezig in walnoten, hoe hebben deze dan invloed op de processen in mijn hersenen, in mijn hoofd, in mijn geest en dus uiteindelijk ook mijn mentale gesteldheid, waarvan ik heb gemerkt dat die niet zo opperbest meer is, niet ten opzichte van daarvoor. Nou, Bart. Laten we eerst eens begrijpen welke processen er eigenlijk behoren plaats te vinden in jouw hersenen. Zodat je ook leert begrijpen dat wanneer je klachten hebt, geestelijke klachten, mentale klachten, wat er dan bijvoorbeeld niet zo goed zou gaan. Aldaar. In jouw hersenen vindt informatieverwerking plaats. Zenuwreceptoren, extro- en introreceptoren ontvangen voortdurend informatie van buitenaf, dus van alles wat om je heen gebeurt, maar ook informatie van binnenuit. Die informatie die moet verwerkt worden, geïntegreerd worden heet dat, voordat jij daar een logische reactie op kan gaan vertonen, op al die informatie. En jij gedrag kan gaan vertonen die een beetje normaal is als reactie op al die dingen die in en om jou heen gebeuren. Die informatieverwerking, dus de verwerking van informatie van buitenaf en van binnenuit, vindt plaats in je hersenen. Je hebt hersencellen en die bezitten receptoren die signalen, welke die informatie over doen brengen, ontvangen. Dus jouw hersencellen ontvangen die informatie en vervolgens moet die informatie die door moleculen in het celmembraan van jouw hersencellen ontvangen worden, die informatie, dat signaal, moet dan ook intracellulair overgedragen worden in jouw hersencel voordat dat verwerkt kan worden en jij dus een leuke reactie, een logische reactie, een niet echt gekke reactie daarop kan gaan vertonen. Wanneer jij dan ook merkt dat jouw geestelijke gesteldheid niet zo is zoals daarvoor, dan gaat er dus iets niet zo goed met ofwel de ontvangst van die informatie door de receptoren op de celmembranen van jouw zenuwcellen, jouw hersencellen, ofwel met de intracellulaire overdracht van die informatie. Nou, laten we het dan eens gaan hebben over de rol van vetten daarin. De celmembranen van jouw hersencellen, overigens alle celmembranen in je lijf, bestaan uit voedingsstofmoleculen, eiwitten en vetten. Die worden membraaneiwitten en membraanvetten genoemd. Membraanproteïnes, membraanlipiden. Enkele van de membraaneiwitten bezitten antennes, signaalontvangers. Die membraaneiwitten die kunnen dus het signaal ontvangen die vanuit het lijf komt, overgebracht door een signaalstof die informatie overbrengt van buitenaf of van binnenuit. Alleen dat membraaneiwit, dat kan niet goed functioneren. Die informatie kan niet goed ontvangen worden wanneer de omliggende moleculen in dat celmembraan niet intact zijn, beschadigd zijn geraakt. En nu zitten er ook membraanlipiden, dus vetten in dat celmembraan, veel zelfs. Dus dat wil zeggen dat op het moment dat die membraanlipiden beschadigd zijn geraakt, dat ook die membraaneiwitten, die receptoren, niet goed kunnen werken en dat die informatie niet goed ontvangen kan worden en daar dus bijvoorbeeld klachten, mentale klachten uit kunnen ontstaan, maar ook fysieke klachten kunnen daaruit ontstaan, omdat jouw lijf uiteindelijk ook aangestuurd wordt vanuit hetgeen in jouw hersenen allemaal verwerkt wordt. Die overdracht van informatie. De vetten, membraanvetten in jouw celmembranen. Kijk, de overdracht van informatie die ontvangen wordt aan het celmembraan, dus van buitenaf, die moet intracellulair overgedragen worden. Tot aan de kern van de cel en dan pas kan de informatie verwerkt worden. Die signaaloverdracht in de cel vindt plaats met behulp van intracellulaire signaalstoffen. Vetzuren behoren tot die intracellulaire signaalstoffen. Je hebt vetten, membraanvetten in jouw celmembraan van je hersencel. En die bezitten verschillende vetzuren. En die vetzuren kunnen afgesplitst worden na ontvangst van zo'n signaal van buitenaf. Door die membraaneiwitten, die receptoreiwitten in het celmembraan kunnen afgesplitst worden en gaan dienen als signaalmoleculen. In de intracellulaire signaalmoleculen die die overdracht van die informatie van buiten de cel, binnenin de cel, totdat deze verwerkt kan worden, mogelijk maken. Ook dat wil zeggen dat wanneer de membraanvetten en de onderdelen van die vetten, de vetzuren in die vetten van jouw hersencellen beschadigd zijn geraakt, ook dan zal er een storing plaatsvinden van de informatieverwerking en kan jij geestelijke afwijkingen gaan vertonen, merken dat je geestelijke gesteldheid niet op het best is, wat dus bij jou het geval is. Wat heb jij gemerkt? Wanneer kunnen en zullen de vetten aanwezig in jouw celmembranen van je hersenen al snel beschadigd raken? In de celmembranen zitten meervoudig onverzadigde vetzuren. Dat zijn vetzuren met meerdere dubbele bindingen die ze flexibel maken, wat nogal belangrijk is in een celmembraan. Cel is rond, dus er moeten flexibele vetzuren in zitten. Dan zijn meervoudig onverzadigde vetzuren met meerdere dubbele bindingen uitermate geschikt voor. Dus dat soort vetzuren zitten met name in jouw celmembranen. Maar dat zijn hele kwetsbare vetzuren, juist door die dubbele binding die ze flexibel maken. Die dubbele bindingen die maken dat die vetzuren heel makkelijk kunnen oxideren. En wanneer kunnen zij makkelijk oxideren? Wanneer zij in contact komen te staan met zogenaamde vrije radicalen. Radicalen, dat zijn stoffen die vrijkomen bij de productie van energie, moleculen die vrijkomen bij de productie van energie en die kunnen heel makkelijk die meervoudig onverzadigde vetzuren in het celmembraan van jouw cellen, van jouw hersenen laten oxideren en dan zijn ze beschadigd en wat hoorde je net? Dan kan de ontvangst en de overdracht van informatie in jouw hersenen niet goed plaatsvinden en kun je dus klachten gaan krijgen en dus moet de beschadiging van die vetzuren, de oxidatie moet zoveel mogelijk voorkomen worden, maar dat kun je haast niet voorkomen in geestelijk actieve tijden. Dus emotionele tijden zoals jij, Bart, afgelopen jaar hebt ervaren. Maar die vetzuren, die vetten in de celmembranen van jouw hersencellen, die kunnen ook wel vervangen worden. Alleen, vetzuren kun je net als vele andere voedingsstoffen onderverdelen in niet-essentiële varianten. Varianten die je lichaam zelf kan vormen en ook essentiële varianten. Twee meervoudig onverzadigde vetzuren zijn essentieel. Dat zijn de omega-3 vetzuren en de omega-6 vetzuren. Linolzuur en alfalinoleenzuur. Dat wil zeggen dat jouw lichaam die niet zelf kan vormen. En net die vetzuren zitten dus veelvuldig in de celmembranen van jouw hersencellen. Dus op het moment na een geestelijk heel inspannend emotioneel jaar, dus met veel hersenactiviteit, waarbij veel energieproductie plaats heeft moeten vinden in de hersenen, veel vrije radicalen gevormd worden, die dus heel makkelijk die moleculen in jouw celmembranen, die vetzuren, kunnen laten oxideren en schade is ontstaan, moet er dus veel vervanging van die vetzuren plaatsvinden. Dat kan niet wanneer jouw voeding niet voldoende voorziet in die essentiële vetzuren, omega-3 en 6. Nou, de gemiddelde Nederlandse voeding die voorziet wel behoorlijk regelmatig in omega-6 vetzuren, bronnen daarvan. Alleen omega-3 niet zo heel erg veel. En laten noten en vooral walnoten nou bronnen zijn die goed voorzien in omega-3 vetzuren. Met name walnoten staan erom bekend dat deze een hoog gehalte omega-3 ten opzichte van omega-6 hebben. Vandaar, Bart, want dat was jouw vraag, dat walnoten er met name om bekend staan. Dus ze duiden dan ook altijd, ja, die vorm van walnoten lijkt ook al een beetje op hersenen, hè? Die staan bekend als voeding voor de geest. En waarom dus? Omdat de vetzuren daarin aanwezig essentiële vetzuren betreffen, omega-3 vetzuren, die verder niet zo heel rijkelijk aanwezig zijn over het algemeen in de gemiddelde Nederlandse eetpatroon. Vetzuren die heel hard nodig zijn in de hersenen om een goede ontvangst en overdracht van informatie mogelijk te kunnen blijven maken, die je lichaam dus niet zelf kan herstellen, maar die dus wel heel snel beschadigd kunnen raken in emotionele tijden. Dus wanneer je merkt, Bart, dat na die emotionele tijden jouw geestesgezondheid nogal verslechterd is geraakt, dan verdient de aanvoer van die omega-3 en 6 vetzuren onder andere verdient aandacht en ga dus dingen als walnoten integreren in jouw eetpatroon. Dat is best heel verstandig.